Ik vind het gewoon heel erg moeilijk om verhalen hierover te horen. En me te realiseren dat mij dit had over kunnen overkomen als ik voor de oorlog was geboren. En dat laat je ook niet los. In de nacht van 21 op 22 januari komt de Duitse bezetter 1300 patiënten en personeelsleden uit de gebouwen achter mij jagen om ze zo snel mogelijk op transport te zetten naar vernietigingskamp Auschwitz. Dus mijn moeder heeft het op die wijze overleefd. Ze is een van de weinigen. Ze heeft daar altijd mee geworsteld en dat heeft natuurlijk tot hele pijnlijke taferelen geleid.